Het was de vijfde keer dit jaar dat het treinverkeer over de Moerdijkbrug stil lag. Tot ongenoegen van vele reizigers, want die moeten dan met de bus en dat kost extra tijd. Elke dag maken 75.000 treinreizigers gebruik van deze Moerdijkbrug. Het is dé verbinding tussen Brabant en de Randstad. Ja, en als er dan elke keer spoedreparaties zijn, is het voor die duizenden mensen onzeker of ze wel op tijd op hun bestemming kunnen komen. Vervelend, irritant. Kijk, als het één of twee keer op een jaar is, oké. Maar vijf keer is natuurlijk wel overdreven veel. Het is de vijfde keer dit jaar. Wat vindt u ervan? Ja, dat niet kan. April dit jaar werd er al veel van de reizigers gevraagd. Tijdens een enorme spoedreparatie werd er 3 dagen aan het spoor gewerkt. ProRail moet de spoorbrug elke keer sluiten, omdat de spoorrails sneller slijten dan verwacht. Men heeft daar in het verleden aan die brug kunststof aangebracht. Er ligt die spoorrails in. Als er iets stuk is, dan moet dat kunststof worden weggehakt. Nou, dat is heel veel werk. Dan kan die rails worden gerepareerd en dan wordt dat kunststof opnieuw gebracht. Moet stollen. Dat duurt veel te lang. 5 keer is deze brug dit jaar al dicht geweest. U bent het toch wel met me eens dat dat toch niet kan? Helemaal met u eens, ja, zeker. ProRail kijkt nu of het de brug in 1 keer goed kan aanpakken. Of dat het elke keer spoedreparaties gaat uitvoeren. En dan is het maar afwachten wanneer de treinen niet rijden. Het kan volgende week weer raak zijn. Het kan over een maand weer raak zijn. Dat weten we dus niet. Maar het zou dus in theorie kunnen dat het nog wel 20 keer stil wordt gelegd daar? In theorie kan alles. En 20 keer lijkt me overdreven. Maar het zou inderdaad volgende week weer raak kunnen zijn, helaas. Ja. Maar dan kies je toch meteen voor een structurele oplossing? Want dan kun je de 75.000 reizigers toch niet aandoen? Dat zou je zeggen. Alleen een structurele oplossing heeft ook weer nadelen. Die brug gaat dan misschien voor langere tijd buiten dienst. Maar dan ben je er wel in 1 keer vanaf. Ja, nou ja, dat kan. Het is niet bekend wanneer ProRail de knoop doorhakt. Of de spoedreparaties, of een oplossing voor de lange termijn.